Welkom bij dit filmpje over een stukje uit brief nummer 7 van Seneca. In deze brief heeft hij het over de slechte invloed van de massa. Je kunt thuis nog zo hard werken aan goed stoïcijns leven. Zodra je buiten komt en in groepen mensen terechtkomt, kom je onder de invloed van hun fouten. En Seneca vertelt dan ook hoe dat bij hem werkt. Nou, het is een brief, dus hij begint hier netjes met een aanhef. Seneca is ook de nominativus. Lucilio suo dativus aan zijn Lucilius. En dat zijn geeft een teken van nabijheid, een soort vriendschap aan. Salutem is de accusativus van salus, welzijn of gezondheid. En het werkwoord dat je hier mist, dus er is hier sprake van een ellips, is dat, van dare. Dus Lucius geeft aan zijn Lucius gezondheid. Dat is wat hier letterlijk staat. En het is eigenlijk gewoon groet, iemand groeten. En dan begint hij zijn brief meteen met een lastige zin. Qua werkwoorden. Er staan hier een gerundivum, een conjunctivus en een indicativus in de zin. En verder maar drie andere woorden. En dan is het handig om te beginnen met de indicativus, want dat is de persoonsvorm van de hoofdzin. En dat is quaeris, hier aan het eind. Komt van quaerere, vragen. Tweede persoon enkelvoud, jij vraagt. Het is een vraagzin, dus vraag jij. Dan kan je het best teruggaan naar quid aan het begin. Dat hoort namelijk bij existimes. Quid kan je vertalen als wat. En existimare betekent beschouwen. En deze combinatie, existimes als conjunctivus, kan je vertalen als wat jij moet beschouwen. En die moeten, dat komt van een conjunctivus van twijfel die hier in de directe vraag zou hebben gestaan. Want dat zou zijn geweest, wat moet ik beschouwen? Dus dat is een conjunctivus van twijfel. En vandaar dus dat moeten dat je erbij moet vertalen. En dan krijg je dus, vraag jij wat je moet beschouwen? En dan komt er een gelegenheid om die vitandum aan te gaan vertalen. En daar moet je ook iets aanvullen, namelijk esse. Dus in dit zinnetje met drie werkwoorden is zelfs nog een werkwoord weggelaten, namelijk esse. Vitandum esse is samen een gerundivum van verplichting, met tibi erbij als dativus auctoris, dus degene door wie iets moet gebeuren. Gerundivum van verplichting vertaal je met moet worden en dan nog de betekenis van het werkwoord erbij. Vitare betekent vermijden. Nou, degene die dat moet doen, dat is tibi, dus door jou. Wat door jou vermeden moet worden. En dan is dus het enige wat nog overblijft praecipue, en dat is een bijwoord en betekent vooral. Dus vraag jij wat jij moet beschouwen dat door jou het meest of vooral vermeden moet worden? Vraagteken. En dan geeft hij meteen antwoord. Wat moet er namelijk het meest vermeden worden door Lucilius? Turbam. En dat is de massa. En dat gaat hij dan ook even uitleggen. Non dum, nog niet, betekent dat, bijwoord. Ili is een dativus van illa. En dat verwijst naar die massa, die turbam. Aan deze. Tuto is een ablativus, bijwoordelijk gebruikt. Veilig betekent het. En committere
Teres, komt van committo, kan presenspassief zijn of futurum passief qua vorm. En hier is het waarschijnlijk futurum, committere, of eigenlijk de passieve vorm van committere betekent zich aansluiten bij. Hier dus in het futurum, jij zult je nog niet veilig bij deze of hierbij aansluiten. Oftewel, hij zegt eigenlijk, Lucilius, je bent er nog niet klaar voor een massa. Ego, ik, kerte, bijwoord, zeker, of in ieder geval, confitebor, dit is een deponens, dus het ziet er passief uit, maar je mag het gewoon actief vertalen. En het is futurum. Confiteor betekent bekennen, dus dit is ik zal bekennen. En wat hij zal bekennen is imbecilitatem meam, mijn zwakte. Nunquam, dat betekent nooit. En mores, dat is meervoud van mos, van groep 3, mos, moris. En betekent dan letterlijk de gewoontes. En in het meervoud mag je dat vaak vertalen met gedrag. En dat is hier ook goed van toepassing. En het kan nominativus of accusativus zijn qua vorm. Maar het hoort bij refero. Daaraan kan je zien dat een ik hier het onderwerp is. Dus dan is mores een accusativus. Dus we hebben nu nooit het gedrag. En dan hebben we quos extuli. Een betrekkelijke bijzin, want quos is een betrekkelijk voornaamwoord in de accusativus. Antecedent is dat mores, dus het gedrag dat. Ex tuli is het perfectum van effero, dat betekent naar buiten brengen. Dus hier perfectum, ik heb naar buiten gebracht. En dan in die betrekkelijke bijzin, dat ik naar buiten heb gebracht. Dus nooit het gedrag dat ik naar buiten heb gebracht, refero, en dat is gewoon een presens, ik breng terug. Dus nooit breng ik het gedrag dat ik naar buiten heb gebracht terug. En daar gaat hij nog iets verder op door met aliquid. Iets betekent dat. Ex eo, uit dit, of van dat. Quod, weer een betrekkelijk voornaamwoord. Antecedent is eo. En dit is een accusativus, want composui is weer een ikvorm. Dus wat ik composui, komt van componere, wat ik tot rust heb gebracht. Turbatur, en dat is een passief presens. Turbare is verstoren, dus dit is een woord verstoord. Dus iets van dat wat ik tot rust heb gebracht, wordt verstoord. En dan komt er nog iets, aliquid, iets. Ex iis. Iis moet je lezen alsof er staat eis. Dus van het woordje is en dan de ablativus meervoud. Iets uit die dingen. Quae, betrekkelijk voornaamwoord weer. Dus hier hebben we ook een betrekkelijke bijzin. Quae fugavi. En quae moet wel accusativus zijn, want fugavi is weer een ik. Dus die dingen, die fugavi perfectum, ik heb ontvlucht. Dus iets van die dingen die ik heb ontvlucht, redit, van redieren, keert terug. En je ziet in deze twee stukken zin dat ze parallel zijn in de opbouw. En het zijn ook anafora, want beide zinsdelen beginnen hetzelfde. Nou, dan gaat hij met een vergelijking uitleggen wat hij nou eigenlijk bedoelt. Quod
dat, wat. Dit is weer een betrekkelijke bijzin en die is voorop geplaatst, want het antecedent dat komt pas een stuk verderop bij hok. Aigris is een dativus. Dat komt door het werkwoord evenit. Dat gaat met een dativus. En het betekent zieken of zieke mensen. En evenit gaat dus met een dativus en betekent overkomt. Dus wat zieke mensen overkomt. En dan hebben we een nieuwe betrekkelijke bijzin. Quos. Dit is een bijzin bij die zieke mensen, want quos heeft als antecedent aigris, die, let op, het is accusativus. En de nominativus is longa imbecilitas, een lange zwakte. Dus dat is het onderwerp van deze zin. Die een lange zwakte, usque eo, zodanig. En affecit is de persoonsvorm van afficio, perfectum, heeft aangetast. Dus die een lange zwakte zodanig heeft aangetast. Ut, krijgen we een nieuwe bijzin met ut. En dat is een vervolg op usque eo, zodanig dat nusquam, nergens. Sine offensa, dat is voorzetsel met ablativus, zonder onpasselijkheid. Proferantur, dat nergens, zonder onpasselijkheid. En proferantur is een derde meervoud passief en dan ook nog eens conjunctivus van profero. Het is een conjunctivus omdat ze in een oetzin staan. En profero betekent naar buiten brengen, dus dat zij nergens zonder onpasselijkheid naar buiten gebracht worden. Dus door hun lange zwakte missen ze als het ware de conditie en de weerstand om tegen de buitenwereld te kunnen. Nou, en dan hebben we de hoofdzin. Hoc accidit. Dit, dat is dus het antecedent van die quod aan het begin van de zin. Dit, accidit, gebeurt, nobis, ons, dativus bij accidit. En dan weer een betrekkelijke bijzin. Quorum is genitivus meervoud. Het antecedent is nobis, ons, van wie, de animi, de geesten. Ex longo morbo, uit een lange ziekte, reficiuntur, passief presens, reficio is herstellen, dus hier hersteld worden. Dus van wie de geesten uit een lange ziekte hersteld worden. Oftewel, net zoals lichamelijk zieke mensen niet zonder schade naar buiten kunnen gaan, zo kunnen ook mensen die geestelijk op een filosofische manier aan het herstellen zijn, niet zomaar zich onder de massa begeven zonder schade. Dan gaat hij dat verder uitleggen en dan zegt hij inimica est, en dan is inimica vijandig en het congrueert met conversatio. En het is hier naamwoordelijk deel van het gezegde, want est is koppelwerkwoord. Dus vijandig is. En dan hebben we mutorum, genitivus meervoud. En dat hoort bij conversatio, dat gaat met een genitivus. Dat betekent omgang, omgang met velen. Dus die genitivus is een genitivus objectivus. Dus vijandig is de omgang met velen. En vijandig kan je hier opvatten als schadelijk. Nemo, niemand. Non, niet. Nou, dit is opvallend. Niemand, niet. Dat betekent
daarmee wordt bedoeld iedereen wel. En dit is dus een ontkenning waarmee je het tegendeel versterkt. En dat noem je een litotes. Dus niemand niet is iedereen wel. En die iedereen, daarmee wordt bedoeld al die mensen uit die multorum groep. Dus iedereen wel aliquot, bijvoeglijk gebruikt bij vitium. Een of andere fout, nobis, aan ons. En dan hebben we oud en nog een keer oud en nog een keer oud. Dus een mooie polysyndeton. Of. Alleen is die eerste oud een beetje lastig in te passen in de Nederlandse vertaling. Want dan krijg je iets als iedereen of beveelt, dat is dat commendat, ons wel een of andere fout aan. Oud imprimit of prent hem in, namelijk die fout. Oud of, en dan staat er even iets anders dan de volgende persoonsvorm, nescientibus. Nescientibus is het PPA van nescire. En het congrueert met nobis, dus dit staat ook in de dativus. Ons, terwijl we het niet weten. Of ons, zonder dat we het weten. En dan hebben we wel de derde persoonsvorm, alinit. Smeert het ons aan, namelijk die fout. En je ziet deze opsomming van drie dingen, dat is een mooie tricolon. En de vertaling is dan dus iets van iedereen of beveelt ons wel eens een fout aan, of prent hem in, of smeert hem ons aan terwijl we het niet weten. Utique, bijwoord, hoe dan ook. Quo betekent hier hoe en is een combinatie met hoc, dat een stukje verderop komt. Hoe major. Major is de comparativus van magnus. Betekent groter. Dus hoe groter est is populus, het volk. Dus hoe groter het volk is. En dan weer eens een betrekkelijke bijzin. Cui. Cui is dativus enkelvoud. Het antecedent is populus. Dus waarmee, miscemur is presens passief van misceo, waarmee we vermengd worden, het eerste meervoud. Dus dan heb je, hoe dan ook, hoe groter het volk is waarmee we vermengd worden. En dan hebben we het vervolg op die hoe, dat is hoc, des te. En dan periculi hoort als genitivus bij plus. Plus is de comparativus van multus. Des te meer gevaar. Letterlijk staat er dus des te meer van gevaar. Est. Er is. En dus hij zegt hoe groter de groep waar je in terecht komt, hoe linker het is. En dan geeft hij het allergrootste probleem in de volgende zin. Nihil vero tam damnosum. Niets, dat is nihil. Echter, vero. Tam betekent zo. En dat kan je combineren zo meteen met kwam. Zo, puntje, puntje, als. Damnosum betekent schadelijk, dus onzijdig bij nihil. En nu kom je op het punt dat je denkt, hé, waar is eigenlijk de persoonsvorm? En die staat er niet, dit is een ellips, dus je mag hier est aanvullen. Niets is echter zo schadelijk. Bonis moribus.
Moribus komt van mos, mores. En dat is in het meervoud dus gedrag. Hier dativus meervoud. Niets is zo schadelijk voor goed gedrag. Kwam. Als. In aliquo. En daar hoort spectaculo ook bij. In een of ander spektakel of bij een of ander spektakel decidere te gaan zitten. Waarom is een spektakel dan juist zo erg? Nou, dat zegt hij in de zin die nu komt. Tunc, dat betekent dan of op dat moment. Enim, immers of want. Per voluptatem, komt van voluptas, genot, door het genot. Facilius, dit is een comparativus, niet zo heel makkelijk te herkennen. Facilis is de normale vorm en facilior is dan de comparativus mannelijk en vrouwelijk. Facilius is de comparativus onzijdig. En die wordt vaak gebruikt als bijwoord. Dat is hier ook. Facilis is makkelijk, dus dit betekent makkelijker. Dus dan heb je want, dan, door het genot, makkelijker. En dan heb je het onderwerp van de zin, vitia, de fouten, sub repunt. Zij sluipen of kruipen binnen. Dus dan heb je, want dan sluipen de fouten gemakkelijker binnen door het genot. Dus als je naar iets kijkt wat je ook nog leuk vindt, dan gaat het des te makkelijker mis. Quid is een vraagwoordje, betekent wat. Daar... hoort existimas zo meteen bij, maar we zien eerst me staan. Me is de accusativus van ego. Existimas van existimare. Wat denk jij? En daar komt een ACI achter. Dan kan je die me dus vertalen als de A van de ACI. Wat denk jij dat? En dan wordt me het onderwerp van die dat zin. Wat denk je dat ik... En dan is dikere de I van de ACI. Wat denk je dat ik? En dikere kan zeggen of bedoelen betekenen. Wat denk je dat ik zeg of wat denk je dat ik bedoel? Vraagteken. Avarior. Hier hebben we weer een comparativus. Hij gaat dus nu uitleggen wat hij bedoelt. Met dat hij zo'n spektakel helemaal gevaarlijk vindt. Avarior is de comparativus van avarus, hebzuchtiger. Red eo, redire, terugkeren. Hier eerste enkelvoud. Ik keer hebzuchtiger terug. En dus na zo'n bezoekje aan een spektakel keert Seneca hebzuchtiger terug. Ambitiosior, weer een comparativus van ambitiosus. Eerzuchtiger. Luxuriosior, dat is ook een comparativus van luxuriosus. Verkwistender. En dan staat er ineens een vraagteken, nogal een vage plaatsing van een vraagteken. Kan wel als je heel graag iets met een vraagzin wil doen, maar je kunt hem ook gewoon weglaten. Dat doen ze ook in hun eigen vertaling. En de zin gewoon doorlezen zonder vraagteken op enige plek. Dus we skippen hem eventjes hier. En we doen alsof er een komma staat. Immo vero, ja zelfs. Crudelior, weer een comparativus van crudelis. Vreder, et, en. Inhumanior. Onmenselijker, weer een comparativus. En dus hij keert hebzuchtiger, eerzuchtiger, verkwistender,
wreder en onmenselijker terug. Het wordt dus steeds erger. Quia, bijzin. Want quia is een voegwoord. Een onderschikkend voegwoord. Betekent omdat. Omdat inter homines, onder de mensen. Fui. En fui is perfectum van esse, omdat ik onder de mensen ben geweest. En er zit hier een soort woordgrapje in, met dat hij dus onmenselijker wordt, inhumanior, omdat hij inter homines, onder de mensen, is geweest. Dus onder de mensen zijn, zeker bij een massa, bij een spektakel, heeft een slechte invloed op Seneca. Tot zover dit filmpje.